Ja, het was een beetje een grijze en grauwe dag vandaag, met af en toe zelfs een druppje motregen. Pas in de loop van de middag zagen we ook wat opklaringen. Maar vorig jaar rond deze tijd was het wel anders. Toen lagen we met z'n allen in de zon met erg hoge temperaturen. En dit weekend, begin van de maand juni, lijkt het ook weer een beetje zo te gaan worden, met zelfs tropische waarden zondag. Nou, vandaag hadden we in ieder geval nog vrij veel bewolking boven onze omgeving. Het schoof allemaal richting Duitsland weg en daarachter vanmiddag dus ook een paar kleine gaatjes. Dus her en der wat zonneschijn. Maar de bewolking had nog duidelijk de overhand. En in de loop van vannacht komt er juist weer wat meer bewolking bij. En dan kan er ook weer een drupje motregen vallen hier en daar. Het zal echt niet veel zijn. Het wordt ook niet kouder dan zo'n 13, 14 graden komende nacht. Een wind daarbij vanuit zuidwestelijke richtingen. Misschien ook vannacht een enkele opklaring, maar dat gaat allemaal wel vrij snel ook weer vollopen met wat nevel. Morgen hebben we dan een beetje een mix van wolkenvelden en ook alweer wat zonneschijn. Het blijft morgen ook de hele dag droog, dus een hele aangename dag met temperaturen van zo'n 21-22 graden en nog steeds een wind vanuit die zuidwesthoek, veelal matig van kracht. En in het weekend komt dan vanuit diezelfde hoek ineens hele warme lucht onze omgeving in. Zaterdag hebben we al zomerse waarden in de provincie: 27 graden gemiddeld. Met daarbij flink wat ruimte voor zon. Ook wel wat sluiwolken, maar een prachtige dag in zich geheel. Geldt ook voor de zondag en dan op veel plekken zelfs tropische waarden, ofwel 30 of 31 graden. Dus een erg warme zondag. Na het weekend zakken we dan weer wat terug, tot rond 22 graden. En dan wordt het langzaamaan ook weer een klein beetje wisselvalliger.